Nadia, hallo. Hallo. Jouw vader was een gastarbeider uit Marokko, als ik dat goed heb. Zeker. En een van de dingen die ik me afvroeg is, wat vond hij het verrassendst in leuke, of misschien in negatieve zin, aan Nederland toen hij hier naartoe kwam? Hij kwam in 1970 naar Amsterdam via Parijs. En in die tijd kon je natuurlijk heel makkelijk werk vinden. En dat vond hij ook. Aan de kamer komen, dat was ook best wel makkelijk. En mijn vader was op dat moment ongedocumenteerd. Had geen geldige verblijfsvergunning. Maar goed, het waren de jaren 70. Alles kon, alles mocht. Dus hij huurde een kamer bij een politieagent. En die politieagent, normaal gesproken moest je daar eigenlijk ver weg vandaan blijven. Maar dat kon dus gewoon in die tijd. Dus bij de autoriteiten een kamer huren zonder dat iemand vroeg, hey, hoor jij hier wel in het land te zijn? Oh, wauw. Ja, dus dat is heel typisch iets voor begin jaren 70. Waarbij alles kon, alles mocht eigenlijk. En niemand de ingewikkelde vragen stelde. Maar kijk, ik ben migratiehistoricus, dus ik heb natuurlijk ook heel vaak mijn familieleden geïnterviewd van de eerste generatie. Ja. Mijn vader had een broer hier, ook in Amsterdam. En die broer was getrouwd met de zus van mijn moeder. Dus echt familie. En we gingen vaak bij elkaar op visite, onaangekondigd. Je ging gewoon. En wie het eerste bij de ander was, die had mazzel. Want dan werd je gewoon in de watten gelegd en er werd voor je gezorgd. Maar goed, ik had neefjes en nichtjes en wij woonden in de Pijp. Zij woonden in Amsterdam-Oost. Dus wij waren daar en zondagavond. En we maakten natuurlijk veel te veel kabaal. En de benedenbuurvrouw, de Nederlandse buurvrouw, die was het op een gegeven moment helemaal zat. En dus die bonste op de deur en mijn tante deed open. En toen zei die buurvrouw, Jezus Mina, is het nu afgelopen met die herrie? En mijn tante die dacht, wacht even. Het is echt niet, heus niet alleen maar Mina die kabaal maakte. Ook die andere kinderen maken kabaal, want mijn nichtje heet Mina. Dus die hele uitdrukking van Jezus Mina, ze begreep dat gewoon niet. Fantastisch. dat vind ik zo mooi. Ze was zo beledigd, hoezo alleen maar Mina. Er zijn 8 kinderen hier in huis. Ze maken allemaal een kabaal. Het is niet eerlijk dat alleen Mina de schuld kreeg. Dus die buurvrouw had zoiets van, wat? Laat maar. En die ging toen weg. En maar dat soort dus spraakverwarringen, dat gebeurde voortdurend. Omdat mensen, mijn vader sprak natuurlijk wel Nederlands. Die werkte in een bejaardentehuis. En dus hij is min of meer groot geworden ook met die bejaarden. Dus hij sprak voortdurend Nederlands, begreep het wel. Maar soms begreep ik niet of stond hij niet of zei hij net de dingen verkeerd. Hij werkte in een bejaardentehuis. Wij werkten er ook allemaal als afwasser. Mijn vader was conciërge daar. En mensen gingen dood, want dat waren eenmaal bejaarden. En iedere keer zei mijn vader, gefeliciteerd hè, gefeliciteerd hè. En dan bedoelde hij, gecondoleerd. En de laatste, laatste anekdote. heel plechtig, dus zo'n serieus gezicht, verdrietig, gefeliciteerd hè. En een laatste anekdote, die vind ik echt heel mooi. Mijn vader was dus daar conciërge en wij werkten daar als afwasser. Dat moest allemaal. Op zondag werkten we daar dus. En we dronken allemaal koffie en lunchten we samen. En mijn vader komt uit Zuid-Marokko. Een specifieke gemeente die heet Eet Meloul. Dus mijn vader ging dat uitleggen aan de chique directrice. Die had op zondag gekapt haar en zag er altijd heel deftig uit. Dus mijn vader ging uitleggen waar hij precies vandaan kwam. En hij zei de hele tijd, ik kom dus uit Eet Meloul. Ja, Eet Meloul is prachtig. Eet Meloul. Dus op een gegeven moment zei hij, pa, nu weet ik het wel. Dat is waar ik dacht dat het heen zou gaan. En zij wist niet waar ze het zoeken moest. Dus ze keek hem aan van, oké, Bram. Mijn vader Brahim, maar daar was die Bram. Nu weten we het wel. En wij zeiden op een gegeven moment, pap, nu even je mond houden. En hij begreep het niet. En later zeiden we, pap, eet me lul. Ja, eet me lul. Dat is niet helemaal netjes. En toen begreep hij het pas. Dat soort dingen gebeuren dus voortdurend. Oh, fantastisch, echt. Oh, wat grappig. Nee, wow. ik, ik,
Ik kan me helemaal voorstellen hoe je daar dan zo zou zitten, weet je wel, met plaatsvervangende schaamte als kind en je vader helemaal heel geen idee wat hij nou verkeerd doet. Heel gênant, ja. Dit zijn echt hele grappige verhalen. Mijn ouders kwamen naar Nederland in 1990. Ik was toen een jaar en een paar maanden oud. En zij vertellen me altijd hele grappige verhalen over wat ze allemaal in het asielzoekerscentrum hebben meegemaakt. Ze vonden het heel onprettig om daar te zitten. Maar op de een of andere manier was er ook heel veel samenhorigheid. En je moet samen overleven als het ware. Maar een van de dingen, Nadia, die ik toch wel wat me het meest is bijgebleven, is dat mijn ouders heel vaak tegen me zeiden, toen ik opgroeide, van er werd zo goed voor jou gezorgd als kind toen je hier naartoe kwam. Dus toen ik in de jaren 90 hier naar Nederland kwam, zij had echt het gevoel van Nederland, of in ieder geval de mensen die verantwoordelijk voor ons waren, die investeerden echt in mij als kind. En die zagen mij ook als kind die eigenlijk in Nederland zich thuis zou moeten voelen en veilig zou moeten voelen. Dus En ik vind dat zo'n groot contrast met hoe er vandaag de dag over migranten gesproken wordt. Maar dat is echt nog steeds voor hun een van de mooiste herinneringen aan Nederland. Hoe goed er voor mij als baby gezorgd werd. Ja, ja. Maar ja. Dat gold eigenlijk ook voor die migratie uit de jaren 60 en 70. Ook toen werden ze met open armen ontvangen. Ik heb de afgelopen jaren honderden mannen en vrouwen van de eerste generatie geïnterviewd. En allemaal zeiden ze unaniem, man, wat waren we geliefd. Iedereen was nieuwsgierig naar ons. We zagen er anders uit. Maar er was natuurlijk werk in overvloed. En wij deden het harde werk. Maar goed, we hadden ook genoeg vrije tijd. Dus we hadden voortdurend contact met de samenleving. Met Nederlandse buren. En we waren geliefd. En de klad kwam erin. Zo halverwege de jaren 80. Toen met de gezinshereniging en de problemen die toen ontstonden. Toen was dat eigenlijk over. Was toen ook die verbondenheid die ze voelden met de Nederlandse samenleving nam toen ook af. En er is gewoon heel veel veranderd 20 jaar na hun komst. Er is inderdaad heel veel veranderd en daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Hallo allemaal, welkom bij Het Redelijke Midden. De podcast met hosts die het helemaal niet erg vinden dat ze ergens helemaal niet bij horen. Ik ben Farah en ik zit hier vandaag met Pim en niemand minder dan Nadia Bouras, historica en verbonden aan Universiteit Leiden. Dit seizoen halen we hardnekkige mythes aan in onze politiek of cultuur. We hebben het over mythes, populaire opvattingen die zo hardnekkig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. We ontmaskeren de onzin achter die mythes en bieden een alternatief. En die nieuwe denkbeelden moeten we dan gewoon herhalen tot ze gemeengoed worden. We hebben het er al een aantal voor je uiteengezet in de vorige afleveringen en we hopen dat je ze aan iedereen in je omgeving blijft verkondigen. We kunnen een betere toekomst makkelijk betalen, Rutte 4 blijft een hartstikke rechts kabinet en in een van de latere afleveringen, heteroseksualiteit is helemaal niet zo normaal. De mythe van deze aflevering is de mythe dat migratie een probleem is voor Nederland. Het is jullie vast niet ontgaan dat migratie een belangrijk thema is in de Nederlandse politiek. Rechtse politici, maar ook linkse politici, de SP bijvoorbeeld, vinden dat de komst van migranten en vluchtelingen de Nederlandse welvaartsstaat onder druk zet en de sociale cohesie in het land verslechtert. Jullie kennen ook vast ook allemaal de beelden van de bestorming van asielzoekerscentra een aantal jaar terug. En er wordt in Nederland dus vaak over migratie als probleem gepraat. Zoals ze pikken onze huizen en banen in. Ze willen onze culturele tradities van ons afpakken. Ze komen hier om een uitkering te trekken. Ze verkrachten onze vrouwen. Ze zijn criminelen. Deze onderbuikgevoelens worden door politici ook verkondigd in het parlement en in de media en vaak zonder tegengas. Er is in de afgelopen jaar ontzettend veel over migranten en vluchtelingen gepraat en vaak had deze groep eigenlijk helemaal geen kans om zich tegen dit soort beweringen te verweren. Maar deze veel racistische aannames zijn inmiddels hun eigen leven gaan leiden. En in deze aflevering wil ik samen met Pim en Nadia deze met jullie onder de loep nemen en het gesprek over Nederland als migranten, vluchtelingenland misschien op een andere wijze voeren. Pim en ik doen dit vandaag niet alleen. En voor deze aflevering hebben we een speciale gast dus uitgenodigd. En ik ben echt ontzettend blij en vereerd dat we vandaag in gesprek kunnen gaan met niemand minder dan Nadia Bouras.
Voordat we met Nadia in gesprek gaan, eerst even een huishoudelijke mededeling. We maken deze podcast, ondanks de serieuze thema's, altijd met veel plezier. En dit willen we graag in de toekomst blijven doen. Daarom willen we onze luisteraars vragen om ons te sponsoren op patreon.com/hetredelijkemidden. Voor €3 per maand ben je een kameraad en krijg je toegang tot onze bonusafleveringen. In dit soort afleveringen bespreken een aantal hosts een actueel thema dat niet past binnen het thema van dit seizoen. Ook krijg je als kameraad van de podcast toegang tot de maandelijkse livestreams, waarin we de actualiteit doorpraten en natuurlijk in onze Discord vol memes en soms ook kattenplaatjes. Alsof het niet genoeg soms is, kun je ook kattenplaatjes. Ja, oké. Okay. Altijd heel kattenplaatjes. Vaak. Ik ben een grote hondenliefhebber, dus vandaar dat ik eventjes tegengas wilde bieden. Maar goed, alsof dat niet genoeg is, kun je ook gezellig meekomen luisteren bij de opnames. En dat allemaal voor maar €3 per maand. Mocht je iets meer juist kunnen missen, dan kun je ook voor €10 per maand sponsoren. Je krijgt dan de eretitel Salonsocialist. En aangezien we een linkse podcast blijven, krijg je precies hetzelfde als een kameraad. Maar we bedanken je ook even persoonlijk in onze eerstvolgende aflevering. Je mag ons ook eenmalig steunen met een bedrag naar keuze. Kortom, we zijn eigenlijk gewoon blij met alle steun die we van onze luisteraars kunnen krijgen. En het geld gaat vooral naar de montage en om onze afleveringen nog beter te maken. Dus ben je een trouwe fan of iemand die de podcast net toevallig heeft ontdekt, we zouden je steun ontzettend op prijs stellen. En je kunt ons ook uiteraard symbolisch steunen door de podcast te delen met je vrienden, familie, kennissen, met iedereen eigenlijk. Vergeet ook vooral niet om ons te liken en te subscriben op social media. We zijn te vinden op YouTube, Instagram en Twitter. En alvast ja, maak van je kennis een kameraad. Maak van je kennis een kameraad, inderdaad. En in de tijd tussen de opname van deze aflevering en dat die uitkomt, maken we ook ongetwijfeld de overstap naar Vrienden van de Show, een nieuw crowdfunding platform. Maar daar kan ik je nog geen details over geven. Dus houd gewoon onze website en sociale media in de gaten. Yep. Nou, Nadia. We zijn natuurlijk al aan het begin van deze aflevering begonnen met het praten over hoe de sfeer in Nederland omtrent migranten en vluchtelingen de afgelopen jaren veranderd is. En hoe dat ontzettend groot contrast is met hoe dat in de jaren 60 en 70 was. En zelfs in de jaren 90, zoals ik al zei over mijn ouders. En ik had eigenlijk een vraag over, ja, er wordt vaak geroepen van Nederland, gezien de geografische locatie, et cetera, is een migratieland geweest in de geschiedenis. En hoe kijk jij daarop terug? Kunnen we Nederland als migratieland benoemen? En wat zijn, zeg maar, de kenmerken die Nederland een migratieland maken? Ja, Nederland is wel degelijk een immigratieland. Het bijzondere is dat Nederland lange tijd ontkend heeft een immigratieland te zijn. Ja. Ondanks het feit dat Nederland een van de grootste koloniale machten was. We hadden het grootste is in het land gekoloniseerd. Suriname was een kolonie. En midden in die periode bleef men dus geloven in de onschuld. Dat zijn wij niet en dat maakt ons dus ook geen immigratieland. Ondanks het feit dat op het moment dat men dat beweerde, Nederland geconfronteerd werd met de komst van ongelooflijk veel migranten. Mm-hmm. Allereerst in de jaren 50 natuurlijk uit voormalig Nederlands-Indië. Hè, dus het land dat Indonesië is gaan heten. Daar kwamen ontzettend veel repatrianten vandaan. Grote groepen die hier naar Nederland kwamen. Je zou het massa-immigratie kunnen noemen. Er was echt wel een periode van massa-immigratie in Nederland. Nou ja, die, en wat zijn repatrianten? Nou ja, Nederlanders die teruggaan naar het moederland. He, dus je had in Nederlands-Indië had je natuurlijk verschillende groepen. Je had Nederlanders die daar naartoe gingen ooit. Je had Nederlanders die daar geboren waren. Je had hun nakomelingen. En omdat ze onderdeel uitmaakten van het Koninkrijk der Nederlanden, waren het gewoon landgenoten. Alleen wonen ze dan in Nederlands-Indië. En dat gold bijvoorbeeld ook voor Surinamers. Surinamers kwamen ook in Nederland in de jaren 60 al. Dat waren met name hoogopgeleide Surinamers. Vlak voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwamen ook hele grote groepen Surinamers in Nederland. Omdat dat toen nog kon. Hè? Dat waren ook landgenoten. Die gingen gewoon naar het moederland. Ja. Dus Nederland had daar helemaal geen, kon hen ook niet stoppen. Want ze hadden het volste recht om naar Nederland te komen. Nou, in diezelfde periode, of iets eerder, jaren 60, zien we de komst natuurlijk van arbeidsmigranten, gastarbeiders. Eerst in Europa zelf, Zuid-Europa, dus Italianen, Spanjaarden, Grieken, Portugezen, Joegoslaven, die kwamen naar Nederland om gastarbeid te verrichten. Daarna kwamen Turken en Marokkanen. En dat heeft geduurd tot 1973. Vanaf dat moment is er een wervingstop afgekondigd. In heel Noordwest-Europa, zou ik maar zeggen. Dus ondanks het feit dat Nederland ongelooflijk veel mensen zag komen. En eerst heel veel mensen zag gaan. Hè, Nederlanders die naar Canada, Amerika
Australië, Nieuw-Zeeland, et cetera. Mm-hmm. Maar in de decennia daarna kwamen ongelooflijk veel mensen naar Nederland. En toch bleef men vasthouden. Dus het formeel standpunt van het kabinet, van de regering, was destijds: wij zijn geen immigratieland. En het was pas in 1983 dat formeel erkend werd dat we wel degelijk een immigratieland waren geworden. Dus bijna schoorvoetend gaf men toe: oh ja, ze zijn hier en ze gaan ook niet meer weg. Dus we zijn eigenlijk stiekem wel een immigratieland geworden. Dus het heel lang ontkend. En dat ontkennen, dat gebeurt niet zomaar. Dat heeft natuurlijk een functie. Ja, precies. Als je geen immigratieland bent, dan hoef je ook niet zo heel veel met die migranten te doen. En je hoeft helemaal niet integratiebeleid te bedenken en te implementeren. Dus het had ook een functie, hè? Wij zijn het niet. Dus ja, het is misschien een ontkenning. In denial, we zijn het niet, we weten het niet. Maar op een gegeven moment is het ook bewust beleid geweest. Van zolang we het niet erkennen, dan hoeft er ook niks aan te doen. En dus ja, 30 jaar van, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog ongeveer tot halverwege jaren 70 zagen we in Nederland natuurlijk in verschillende groepen komen. Maar toch heeft men nooit gedacht, ja, dat maakt ons dan een immigratieland. En van waar dan die algemene stop op gastarbeiders in de jaren 70? Ja, 1973. De internationale oliecrisis ontstond. En dat betekende dat de olieprijzen omhoog gingen. Dat voor heel veel bedrijven het ingewikkeld was om buitenlandse arbeiders aan te trekken. En economisch ging het ook iets minder. Niet zo erg als in de jaren 80. Daar kom ik zo dadelijk misschien iets over te spreken. Maar dat was wel een punt dat er een wervingstop was afgekondigd. Dat betekende dat de mensen die er al waren, die konden gewoon blijven. Maar kwamen geen nieuwe mensen. En de mensen die dan tijdelijk terug wilden gaan naar hun land van herkomst, die mochten niet meer terugkomen. Oh. Dus een heleboel gastarbeiders die dachten, ja, als ik nu wegga, ja, dan kan ik niet meer het land in. Weggegaan is plaatsvergaan. En we hebben het natuurlijk over gastarbeid. Dus ook Nederland, de migranten zelf, maar hun landen van herkomst, allemaal gingen ze vooruit dat hun verblijf in Nederland maar tijdelijk was, ja. En het was dus ook niet economisch aantrekkelijk meer om nieuwe gastarbeiders te ontvangen. Dat was het eigenlijk. Nee, er waren genoeg gastarbeiders. En economisch was er dus ook geen behoefte meer aan nieuwe krachten, arbeidskrachten. Wat er daarna gebeurde was heel paradoxaal. Want als je een wervingstop afkondigt, dan zeg je eigenlijk, nou, we willen minder migratie. Maar wat er gebeurde, is dat er juist meer migratie kwam. En dat is denk ik het belangrijke thema überhaupt in de geschiedenis. Hè? Dus onvoorziene gevolgen. Hè? Dus je hebt beleid en je hebt onvoorziene gevolgen. Mm-hmm, mm-hmm. En dit was duidelijk een geval van, nou ja, we gaan de migratie stoppen. En dan maar hopen dat er dan minder mensen zullen komen. Maar er kwamen juist meer mensen. Want de mensen die daar waren, die dachten, nou, ik blijf nog even. Want het is veel te riskant om terug te gaan. En bovendien ontstond toen de gezinshereniging. Het is zo interessant hoe je dat beschrijft, Nadia. En vooral, zeg maar, wanneer je refereert op het laatst aan onvoorziene gevolgen. En het lijkt eigenlijk een beetje een terugkerend thema te zijn. Dat Nederland, wanneer het juist een streng migratiebeleid voert, dat het juist averechts werkt op, zeg maar, en het doel voorbij gaat, zeg maar, wat ze eigenlijk zouden willen bereiken met dat beleid. Maar vandaag de dag lijkt er ook wel weer een soort van andere mythe te ontstaan. Wat de mythe is dat Nederland de migratie niet meer aan kan. En de mythe dat Nederland eigenlijk een van de landen is die de meeste mensen opvangt. En dat we eigenlijk een beetje te veel aan het doen zijn op dit moment. En ik heb een beetje naar de cijfers gekeken. Van bijvoorbeeld vorig jaar kwamen er 106.000 migranten naar Nederland. En dat waren Europese migranten. En er kwamen 125.000 migranten van buiten Europa naar Nederland. En dat waren mensen uit voormalig Sovjet-Unie, Syrië en Turkije. Maar er komen dus ook mensen uit, de grootste groep migranten die eigenlijk naar Nederland komt, zijn Polen op dit moment. Maar er heerst dus nog steeds in publieke discours in Nederland het idee dat, dat het er te veel zijn. En dat het een probleem is, een structureel probleem. En wat ik me afvraag is, hoe kan het zo zijn dat we, ondanks het feit dat we, wanneer we naar de feiten kijken, nog steeds al die fictieve verhalen over migranten en wat ze met Nederland doen, dat nog steeds zo ontzettend dominant is in het publieke discours. En dat mensen dat geloven. En ook, er zijn natuurlijk ook mensen die dat zelfs leidend laten zijn in hun stemgedrag.
Ja, migranten worden geproblematiseerd. Zeker in de samenleving, in de politiek. Ja. Dus het is een terugkerend thema. Hè? Het idee dat migranten niet alleen maar problemen hebben, maar vooral ook problemen veroorzaken. En dan wordt er vaak ook nog een onderscheid gemaakt volgens gender. Dus het zijn de vrouwen die problemen hebben en het zijn de jongens die problemen veroorzaken. Mm-hmm. En dat zit zo ingebakken in ons idee over de multiculturele samenleving, hè, dat geen politicus durft dat nog uitspreken, mm-hmm. dat wij een multiculturele samenleving zijn. We kunnen ons misschien nog de woorden van Rutte herinneren, mm-hmm. dat hij echt heel gepassioneerd zei, ik haat het woord, de multiculturele samenleving. Nou, het was bijna hysterisch hoe hij dat, hoe hij daarover vertelde. Hoezo haat je het? Het is er gewoon. Je bedoel, doe ermee wat je wil, het is er, je kunt er van alles van vinden. Maar het haten, dat zegt wel iets over de tijdgeest. Mm-hmm. En ik denk dat we in Nederland die omslag hebben gezien. Mm-hmm. Ik denk dat dat zo in de tweede helft van de jaren 90 is gebeurd. Hè? Jouw familie kwam begin jaren 90. Maar ik denk dat in de tweede helft, hè, het moment dat Frits Bolkestein niet alleen maar in het parlement, maar juist buiten het parlement ook lezingen ging houden en vooral een heel migratiekritisch verhaal verkondigde. Ik denk dat hij even de eerste was die duidelijk invloed heeft gehad ook op het maatschappelijke debat. Hè. Voor die tijd werd het met name in het parlement besproken. Mm-hmm. En vanaf de jaren 90 zien we dat het ook buitenparlementair wordt besproken. Nou ja, en dan zien we de eeuwwisseling. Dat heeft helemaal voor een omslag gezorgd. Met internationale gebeurtenissen, 9-11, maar ook nationale gebeurtenissen. De moord op Pim Fortuyn eerst en daarna de moord op Theo van Gogh natuurlijk. En dat heeft de boel in stroomversnelling gebracht. Maar het is heel fascinerend te zien hoe die ommekeer heeft plaatsgevonden en waarom die heeft plaatsgevonden. Ja, want in de jaren 90 ging het Nederland economisch erg voor de wind. Dus waarom, dan zou je denken dat de weerzin die ontstaat tegen migranten van culturele aard is, toch? Niet van materiële of economische aard. Ja, dat is heel interessant. Het overlapt elkaar ook natuurlijk wel. Kijk, ik ben in 1981 geboren, dus ik ben echt een 90s kid. Dus ik groeide heel erg op in Kabinet de Paars, dat was een beetje zeg maar het politieke verhaal van Nederland. Nederland kent ongekende groei, er was ongelooflijke welvaart in Nederland. We hadden stabiele paarse kabinetten. Later staan ze vooral bekend om hun zogenaamde puinhopen, maar er was helemaal geen puinhoop. Het ging eigenlijk heel goed en de multiculturele samenleving werd min of meer omarmd, werd gevierd. Dit is wie wij zijn en daar zijn we trots op. Wij zijn ook het land hè, met het eerste homohuwelijk, de seksuele vrijheid. Nou, dat is wie wij waren. En het beleid heeft zich lange tijd ook gericht op, eerst op, wij zijn geen immigratieland, dus we hoeven geen immigratiebeleid te voeren. En toen vanaf 1983 werd voor het eerst een immigratiebeleid geïntroduceerd. De minderhedennota werd gepresenteerd waarin men zei, we zijn een land van de verzuiling. Dat betekent dat we nieuwkomers, met name, dat ging dus met name over Turken en Marokkanen, dus de islamitische zuil, die hebben ook recht op hun eigen organisaties en hun eigen scholen en hun eigen emancipatie binnen eigen kring. Dat was het idee. Goed bedoeld, hè? Integratie met behoud van eigen cultuur. En ze hebben dus recht. Mm-hmm. Het principe was het gelijkheidsbeginsel. Wat katholieken hebben, wat protestanten hebben, dat zouden moslims ook moeten hebben. Ja. Dus dat gold dus ook voor moslims. Dus de nadruk werd heel erg gelegd op hun culturele eigenheid. He, ze moeten natuurlijk wel meedoen, ze moeten naar school, ze moeten werken. Maar tegelijkertijd moeten ze misschien zelfs al vasthouden aan hun eigen culturele identiteit. Want eerst was het idee, ze gaan terug, dus dan moeten ze geen achterstand oplopen. Dan moeten ze dus geruisloos weer kunnen inburgeren in hun oorspronkelijke samenleving. En toen men dacht, oh nee, ze blijven. Nou, dan is die integratie met behoud van eigen cultuur ook belangrijk, want als je weet wie je bent, sta je stevig in je schoenen. En dan kun je dus ook makkelijker integreren in de Nederlandse samenleving. Dat is echt het formele beleid geweest. Misschien zou je dat nu als naïef kunnen bestempelen. Maar in die tijd was dat dus echt het idee. Hè? Onderwijs in eigen taal en cultuur bijvoorbeeld. Dat was heel lang een hoofdpijndossier. Maar men bleef daaraan vasthouden. Omdat men in beginsel oprecht overtuigd was dat wie weet wie die is en wie zijn eigen identiteit kent, zijn eigen cultuur waardeert, die heeft een soort zelfvertrouwen dat
heel erg helpt bij de integratie. Fascinerend. Dus, maar was er dan ook wel een idee over wat die integratie uiteindelijk zou moeten zijn in Nederland? Want als ik luister ernaar en ik denk ook bij mezelf, aan de ene kant is dat natuurlijk een heel mooi voornemen om zo open te zijn naar mensen toe. Mm-hmm. Maar er zit ook een andere kant aan, waarbij je dus eigenlijk zegt van, want we hebben het hier natuurlijk over migranten en hun nakomelingen. Van waar stopt dat dan? Weet je wel? Wanneer horen ze er volledig bij? Of wanneer kunnen ze zich helemaal integreren in de samenleving? Ja. Dus ik denk ook dat daar best wel een spanningsveld zit. Zeker. Het begrip integratie, dat is natuurlijk ook onderhevig aan verandering door de tijd heen. In die periode, dan hebben we tot halverwege jaren 90, was het idee, ze moeten naar school, ze moeten werken. Mm-hmm. Ja, dus sociaal-economische integratie, dat was heel erg belangrijk. Maar goed, het was de WRR, dus de Wetenschappelijke Adviesraad voor de Regering, zoiets. Zoeken we nog op. En die adviseerde, die geeft de overheid gevraagd en ongevraagd advies. Mm-hmm. En die maken allerlei rapporten, integratiemonitors en dat soort dingen. En die zeiden, jongens, luister eens even. Jullie hebben te veel de nadruk gelegd op de culturele eigenheid van migranten. Mm-hmm. En eigenlijk hun sociaal-economische positie een beetje tezijde geschoven. Daar hebben jullie niet evenredig veel aandacht aan besteed. Met als gevolg dat juist die groepen die het zo zwaar hebben in de samenleving, enorme achterstanden hebben. Ja. Ja, als het gaat om de positie op de arbeidsmarkt, als het gaat over de woningmarkt, als het gaat over hun onderwijsniveau. En toen heeft de WER geadviseerd, jullie moeten stoppen met de nadruk leggen op die culturele eigenheid en meer investeren in sociaal-economische integratie. Mm-hmm. Dus verbetering van de positie op al die sociaal-economische domeinen in de samenleving. Toen heeft de overheid gezegd, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat moeten we inderdaad gaan doen. Maar goed, intussen was er wel, ja, natuurlijk had je 2 decennia lang dat beleid gevoerd. En dat had natuurlijk ook zijn weerslag op die groepen. En toen kwam Bolkestein, die zei, ja, nu is het afgelopen. De islam is helemaal niet gelijk aan het christendom. Sterker nog, het bijt elkaar. Dus we moeten dat niet gelijkwaardig waarderen. We moeten nu veel meer inzetten op culturele aanpassing van immigranten. En in deze periode ging het nog altijd over Turken en Marokkanen, die overwegend islamitisch zijn natuurlijk. Want die vroegere gastarbeiders, de Italianen en de Spanjaarden, ja, die hadden natuurlijk min of meer hetzelfde geloof. Die trouwden ook heel vaak met Nederlandse partners. En in de meeste gevallen gingen ze ook terug naar hun landen van herkomst. Ja. Dat gebeurde niet bij Turken en Marokkanen, omdat teruggaan voor hen nooit echt een serieuze optie was. Want het ging economisch heel slecht in hun landen van herkomst. En bovendien hadden ze in Nederland heel veel rechten opgebouwd. Dus teruggaan, dat zou niet zo heel verstandig zijn. Ja, dus hun toekomst lag in Nederland. Dat hadden ze zich wel gerealiseerd inmiddels. Maar wat er gebeurde, ik denk dat als je wil snappen waar de huidige zwakke sociaal-economische positie van een heleboel Turkse en Marokkaanse migranten, waar dat vandaan komt, dan moet je kijken naar de jaren 80. Want die mannen bleven, want als je eenmaal terugging, kon je niet meer terugkomen naar Nederland. En in tegenstelling tot de jaren 70, waarbij ze volop werk hadden, gebeurde in de jaren 80 iets anders. Namelijk opnieuw een economische crisis. En deze keer troffen de gastarbeiders wel. Mm-hmm. Want dat betekende dat de fabrieken gingen sluiten, dat de sectoren waar traditioneel heel veel gastarbeiders werkten, die verdwenen uit Nederland. Ja. Denk aan de zware industrie, aan de scheepsbouw, denk aan de mijnindustrie, die ging al veel eerder dicht. Een heleboel textielfabrieken bijvoorbeeld, waar heel veel Turkse en Marokkaanse migranten werkten, die werden verplaatst naar lage loonlanden in Zuidoost-Azië. En als je die cijfers erbij pakt, in 1983 bijvoorbeeld, was de helft van de Marokkaanse mannen in de leeftijd 19 tot 49 werkloos. Wow. Dus er was sprake van massale werkloosheid. En die massale werkloosheid viel heel ongelukkig samen met de gezinshereniging. Mm. Ach. De gezinshereniging waar Nederland helemaal niet op zat te wachten, maar waar de migranten het volste recht op hadden. Precies, ja. Volgens nationaal recht, maar ook volgens allerlei internationale mensenrechtenverdragen. Je hebt het recht om bij je gezin te leven. Mm-hmm. En die gezinshereniging kwam dus in een periode dat die mannen massaal hun werk verloren. Ga er maar aan staan. Je bent dus een gastarbeider. Je komt in de jaren 60, er is volop werk. Je bent een ongelofelijke winnaar. Je stuurt geld naar huis. En dan verlies je je baan. En in dezelfde periode komt je gezin over. Relatief waren dat grote gezinnen. Mm-hmm. Weinig geld. Je bent geen kostwinnaar meer. Je bent afhankelijk van een kleine uitkering. Kinderen moeten naar school, moeten integreren in het onderwijs. Je vrouw spreekt de taal niet. En ineens ben je vader en echtgenoot
Dus dat gaf heel veel spanningen binnen het gezin. Nog even los van die grote sociaal-economische spanningen, maar gewoon die kleine persoonlijke spanningen binnen het gezin. Dat gebeurde ontzettend veel in de jaren 80. En het was dus in die fase dat migratie zichtbaar werd in de samenleving. Ja. Dat ook de samenleving een standpunt begon in te nemen over die hangjongeren die maar niks deden. Ja. Drugsgebruik was enorm onder tweede generatie jongeren. Meisjes die vaak bijvoorbeeld niet naar school konden. Ja, en dat is wat we ons herinneren als het gaat over migratie. Niet meer die vrolijke jaren 70 met die mannen. Mm-hmm. In hippiekleding en met afro's en ze waren charmant en leuk en schattig. En iedereen vond ze leuk en ze werkte zo hard. In de jaren 80 kantelde dat beeld enorm. En ik denk dat we vanaf dat moment ons zijn gaan realiseren. Ja, wacht eens even. Migratie kan ook voor heel veel problemen veroorzaken. Op de eerste plaats voor de mensen zelf. En natuurlijk en daarna pas voor de samenleving als geheel. Dit is echt heel fascinerend. In de aflevering zover hebben we eigenlijk nog niet echt een onderscheid gemaakt tussen aan de ene kant migranten en aan de andere kant vluchtelingen. En wat ik ook zeg maar beschreef aan het begin van de aflevering, mijn ouders waren dan vluchtelingen in de jaren 90. En ik vroeg me af of daar ook zeg maar een soort van verschil ziet in de manier waarop er over vluchtelingen vis-à-vis migranten gesproken wordt. Want ik in de jaren 90, wat ik me dan daarvan kan herinneren en wat ik dan vaak zeg maar lees, is dat er ook wel in Nederland het idee was van dit zijn mensen die hulp nodig hebben en dat kunnen we bieden. Maar er was toch wel echt een onderscheid tussen vluchtelingen en migranten. En dat onderscheid zie je vandaag de dag dus veel minder. En ik vroeg me af, wat voor ideeën jij daarover hebt, zeg maar dat onderscheid wat gemaakt wordt. Ja, je had dus die klassieke migranten die al decennia lang in Nederland waren. Turken, Marokkanen, die waren natuurlijk de grootste groepen, dus in aantallen enorm zichtbaar in de samenleving. Je had de Surinaamse, de postkoloniale migranten. En daarna had je de vluchtelingen. Een aparte categorie inderdaad. Daar golden al andere regels voor. Die werden vaak niet altijd, maar wel enigszins met open armen ontvangen. Vanuit het idee, we moeten iets voor hen doen. Zij ontvluchten hun land. En ook het profiel van vluchtelingen was anders dan bijvoorbeeld dat van de gastarbeiders. Omdat dat in de meeste gevallen ging om hoogopgeleide mensen. In ieder geval mensen die makkelijker, relatief makkelijker hun weg zouden kunnen vinden in de samenleving. In potentie. Dat had je bijvoorbeeld ook met Iraanse vluchtelingen. Hè? Waarbij we daarna zien dat bijvoorbeeld hun kinderen veel beter scoren dan bijvoorbeeld autochtone kinderen. En dat heeft simpelweg te maken met het klassenniveau. Dus bestonden tussen al die verschillende migranten, vluchtelingen, bestonden gewoon hele grote verschillen. Soms deden ze wel eens een religie, maar in de meeste gevallen waren dat gewoon mensen met een andere sociaal-economische achtergrond. Die relatief makkelijker konden integreren in de samenleving. En bovendien waren ze nieuw. En de jaren 90 was natuurlijk een hele andere context dan bijvoorbeeld de jaren 60 of de jaren 70. Dus die konden makkelijker hun weg vinden in de samenleving. Dus er werd altijd wel door de jaren heen onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en gastarbeiders en hun nakomelingen. Want die vluchtelingen waren in aantallen natuurlijk een kleine groep. Als je het geheel bekijkt. Hè? We hebben het over mythes gesproken. Een van de mythen tegenwoordig is, we worden overspoeld door migranten. Hè? Er worden ook die watermetaforen worden gebruikt. Hè? Tsunami aan moslims komt die kant op. Heel Afrika loopt leeg en komt deze kant op. Dreiging. Hè? Dat is wat je in je onderbuik moet voelen. Ja. Dit is dreiging. Dit kan nooit goed gaan. Maar tegenwoordig is er helemaal geen sprake van massa-immigratie. Wanneer er wel sprake was van massa-immigratie, is zeg maar de periode van die gezinshereniging. Dus 1975 tot, laten we zeggen, 1985. Die periode is echt wel massa-immigratie. Weet je over hoeveel mensen we het dan ongeveer hebben? Want nu hebben we het over enkele duizenden per jaar, toch? Ja. En destijds? Nou, er kwamen dus echt honderden duizenden. Nou, dat is ook overdreven, maar tientallen duizenden kwamen tegelijk. Per groep, hè? Dus voor de Marokkanen, voor de Turken. Mm-hmm. En Surinamers kwamen in periode, tot 1975. We hadden net die wervingstop afgekondigd. Dus er was enorme woningnood, nog steeds in Nederland. Toen ook, toen al. Dus waar moeten we al die mensen laten? Maar goed, je kan de grens niet sluiten voor die mensen. Want Surinamers hadden gewoon recht om naar Nederland te komen. Die gezinsherenigers hadden ook gewoon alle recht om naar Nederland te komen. Ja. Dus en de samenleving kun je nog wel warm maken voor vluchtelingen, want dat zijn mensen in nood, acute migranten. Maar die gezinnen, die grote gezinnen,
ja, hallo, is dat wel nodig? En als we het nu hebben over die mensonterende vergelijking van de tsunami, die is dan nog eens volkomen onterecht, omdat we het over echt hele lage, eigenlijk gênant lage aantallen migranten en vluchtelingen hebben. Ja, ik denk dat toen met Bolkestein begon het debat ook te kantelen. Toen kwam ook het onbehagen in de samenleving tot uiting. Want ze waren zichtbaar. Simpelweg vanwege de aantallen. Grote aantallen, gebedshuizen. Mm-hmm. Je zag vrouwen met hoofddoek. Die mannen, die eerst als die leuke stoere mannen van de jaren 70. Ja, die werden ook ouder. Die kwamen echt als moslim binnen. Die werden moslim in Nederland. Dus het hele idee van onze buurt te veranderen, dat. En ook concentraties van migranten. Het waren natuurlijk arme migranten. Armoede speelde een groot probleem. Ze hadden problemen niet omdat ze Marokkaan of moslim waren. Of Turks. Nee, ze hadden problemen omdat ze arm waren. Omdat ze in armoede leefden. Dat was een klasseprobleem als het ware. Ja, en dat betekent dus dat je concentraties had van migranten in bepaalde wijken, in bepaalde buurten. En de verloedering van die wijken. Kijk, we hebben natuurlijk nooit ghettos gehad. We hebben geen Parijse toestanden meegemaakt. Als ik jou zo hoor, dan is het ook wel, zeg maar, de categorie migrant. En dan hoe er ook over, vooral over de taal die gebruikt wordt om over ze te praten, et cetera. Ze fungeren heel erg in Nederland echt, mijn zinziens, als een soort van zondebok. Een zondebok die ervoor zorgt dat echt structurele problemen die veroorzaakt worden door ideologie en beleidskeuzes, als het ware verdoezeld kunnen worden. Een van de mythes die je ook natuurlijk vaak hoort is, als er meer vluchtelingen naar Nederland komen, meer migranten, dan wordt de huizencrisis alleen maar erger. Dan wordt de crisis op de arbeidsmarkt alleen maar erger. Maar het idee dat zij dus eigenlijk een beetje de veroorzaker zijn van die problemen, is iets wat natuurlijk politieke partijen op rechts eigenlijk heel goed uitkomt. Want zij willen het helemaal niet hebben over materiële, economische problemen. Zij willen het vooral hebben over cultuur. En dat is eigenlijk een beetje een soort van rode lijn die ik een beetje zie in de manier waarop we vooral vanaf 2000, vooral op rechts, heel erg over migranten en vluchtelingen spreken. En wat ik nu een beetje ook zie is dat bijvoorbeeld links daar heel erg veel moeite heeft om een tegenantwoord te bieden. Terwijl eigenlijk, als ik er zo over nadenk, het zo is dat links, die zich vooral, zeg maar, met economische problemen bezig zou moeten houden, daar juist op zou kunnen spelen. Maar dat doen ze niet. En ik vind het nog steeds tot op de dag van vandaag best wel een doodzonde. Maar ook eigenlijk, het verrast me waarom ze dat niet willen doen. En zo'n politieke partij, ik bedoel, ik zei het ook al even tussen neus en lippen door aan het begin van de uitzending, zoals de SP, die gewoon zonder schaamte eigenlijk zegt van, ja, eigenlijk, we zijn wel voor de arbeidersklasse, maar onze arbeiders eerst. Ja. Weet je wel? Ja. Dus hoe kijk jij naar dat debat op links, of binnen, zeg maar, linkse discours over vluchtelingen en migranten, en dat het, zeg maar, vooral nog steeds tot op de dag van vandaag een cultureel debat is? Ja, in dit kader vind ik het altijd heel belangrijk om Anil Ramdas te citeren. Mm-hmm. Het is altijd, altijd goed om Anil aan te halen. Precies. En die heeft een vlammend essay geschreven in 2011, in NRC geloof ik, waarin hij dat minderhedenbeleid evalueerde van de Nederlandse overheid. En hij zei, vroeger werd heimwee gesubsidieerd en nu wil de overheid de herinnering aan het herkomstland uitroeien. Oh, wauw. Mm-hmm. En daarmee zegt hij dus, vanaf de jaren 70 heeft Nederland steeds gezegd, blijf maar vooral Turks, blijf maar vooral lekker Surinaams, blijf maar vooral lekker Marokkaans. En het waren echt niet alleen maar rechtse politici, dat waren zeker ook linkse politici. Mm-hmm. En nu zegt men, ja, wacht eens even, jouw eigen cultuur, die moet je vergeten. Je moet vanaf dit moment volledig assimileren. Met andere woorden, daarmee zeg je, als je dus mislukt bent, is het je eigen verantwoordelijkheid. Jij hebt dus een sterke verbondenheid met het land van herkomst, terwijl je helemaal niet loyaal bent aan Nederland. Dat bijt elkaar, hoe zit dat? En dit is precies die catch 22, want je kunt niet bewijzen. Ja. Je kunt niet bewijzen dat je geen banden hebt met je land van herkomst. Mm-hmm. Of dat je wel volledig Nederlands bent, of je Nederlands voelt, of juicht als Nederland het Nederlands elftal voetbalt, of als André Hazes ineens uit de luidspreker komt, dan sta je ook de Polonaise doen. Je kan dat niet bewijzen, omdat die spelregels voortdurend veranderen. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk ook voor altijd een achterstand, omdat Nederlands zijn altijd nog onlosmakelijk is verbonden met witheid. En ja, ja. Je kunt dat niet winnen. Je kunt dat niet winnen.
En bovendien, ik geloof ook niet dat... het klopt ook niet. Dat is de grootste mythe rond migratie en integratie. Is dat de integratie mislukt is. Dat is de allergrootste mythe. En dat is onzin. Het was notabene Stef Blok van de VVD. Die een paar jaar geleden als minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd. Suriname is een failed state. En samenleving bestaat niet en kan niet. Mm-hmm. Het was racistisch. Inderdaad, het was diezelfde Blok. Die de commissie Blok voorzat in 2004. En de commissie Blok moest het Nederlandse beleid van de afgelopen decennia, de integratiebeleid, evalueren. En moest conclusies trekken. Wat was er nou gebeurd? En hun conclusie was, het gaat eigenlijk heel goed. Met de kinderen van die voormalige gastarbeiders. Ja. En heel opvallend, een andere conclusie was, en dat is niet per se dankzij het beleid, maar ondanks het beleid. Dus ondanks het beleid gaat het eigenlijk best goed met de integratie. Maar ja, we hebben het over 2004. We hebben net de moord op Teef Gog gehad. Daarvoor de moord op Pim Fortuyn. Dus het was een politieke boodschap die helemaal niet landde in de politiek. Niemand zat daarop te wachten. De samenleving dacht, ja, whatever, doei. Politici dachten, nee, dat kan ik niet verkopen aan mijn achterban. Dat kan ook niet, want ik moet juist het verhaal vertellen dat de integratie totaal mislukt is. Want waarom hebben mythes een functie? Kijk, als je zegt migratie is zo'n groot probleem, dat betekent dus dat je daarmee heel streng beleid rechtvaardigt. Ja. Ja. Dat je daarmee dus zegt, dat gebeurde vanaf dat moment, hè, dan hebben we het over de periode Rita Verdonk, die zei, die huwelijksmigratie, dat ga ik aan banden leggen. Dat betekent dus, voorheen trouwde men nog wel eens met een partner uit het land van herkomst. Mm-hmm. Nou, dat werd toen heel ingewikkeld. Er waren allerlei voorwaarden aan verbonden en de partner die naar Nederland wilde komen, die moest in het land van herkomst inburgeren. Moet je je voorstellen hoe bizar dat is. Hè? En Nederland is daar uniek in geweest in de wereld. Namelijk, je moet dus Nederlander worden, niet in Nederland, maar in het land waar je dus vandaan komt. Om te laten zien dat je het waard bent om toegelaten te worden tot Nederland. Absurd. Bizar. Dat is echt bizar, hè? Dat is zo bizar. Kijk, en het bijzondere is, of het tragische is, of het racistische is, moet ik eigenlijk zeggen, is dat niet gold voor alle migranten. Ja. Hè? Dus de sommige migrantengroepen worden meer geproblematiseerd dan andere migrantengroepen. Want als Marokkanen vasthouden aan hun eigen culturele identiteit, dan heet dat een gebrekkige integratie of een mislukte integratie. Als bijvoorbeeld Amerikanen de hele tijd CNN kijken en Halloween vieren en met elkaar alleen maar Engels praten, dan heet dat cosmopolitisme. Dan vinden we bruine mensen zijn migranten, witte mensen zijn expats, ook al zijn ze hier langdurig. Die Amerikanen of die Canadezen of whatever. Dus we maken onderscheid in wie we problematiseren en wie niet. Daar speelt natuurlijk de term westers en niet-westers een belangrijke rol in. Om dat te faciliteren, als het ware. En ik weet dat jij en Leo Lucassen daar een stuk over hebben geschreven in One World een tijdje terug. Wat doet de term niet-westerse migrant met zeg maar de verbeelding in Nederland? Wat activeert dat? Want populistische partijen of fascistische partijen zoals de FVD, die hebben Thierry Baudet, we kennen allemaal misschien het fragment waarin die dus eigenlijk heel duidelijk zegt van we moeten Europa beschermen, want we willen niet dat er mensen vanuit Afrika hier naartoe komen en we willen Nederland dominant, zoals hij dat dan noemt, blank houden. Dus die term westers, niet-westers, eigenlijk wat je daarmee zegt is witheid, toch? Westers is witheid en niet-westers is niet Ja, witheid. Feitelijk wel. Kijk, ooit hadden we dat onderscheid allochtoon-autochtoon. En dat werd met de beste bedoelingen werd dat geïntroduceerd in de jaren 70. Wie niet van hier is, dus wie allochtoon is, die heeft een extra zetje nodig, heeft meer steun nodig. Als we nou weten wat de problemen zijn van bepaalde groepen, dan kunnen we ze ook oplossen. Nou ja, en later kreeg het natuurlijk een hele negatieve connotatie. Want allochtoon betekent, nou, je bent gewoon totaal mislukt. Je hoort er niet bij. Je bent bruin. Daar komt het op neer. Ja. En daarbij kwamen ook nog eens die deelcategorieën, westers en niet-westers. En niet-westers, ja, dat ging natuurlijk om de meest problematische groepen. De groepen die in potentie de meeste dreiging zouden kunnen veroorzaken in de samenleving. En het sloeg nergens op, want het was ook van toepassing op mensen die hier geboren waren. Dus ook kinderen van migranten,
die werden in eerste instantie als allochtoon weggezet. En ook nog eens als niet-westerse allochtoon, terwijl ze gewoon in Amsterdam of Rotterdam of in Den Haag waren geboren. Dus het had geen enkele betekenis meer. Die sloeg op de werkelijkheid dan op de perceptie die we zouden moeten hebben als samenleving op bepaalde groepen. Precies. En je hoeft maar te zeggen, ja, niet-westerse allochtoon. Dan wisten we meteen om wie het ging en om welke problemen, om welke groepen. En dat is dus ook de functie daarvan geweest. Dus ik vind het eigenlijk heel goed dat het CBS heeft gezegd, ja, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. En dan moeten we gewoon vanaf. En eigenlijk moeten we ook af van al die generaties. Want tot hoe lang wil je doorgaan met tellen? Ja. Ja. Tot in de eeuwigheid? Zoals ik het zie, is als je het ook hebt over dus die watermetaforen of zwermmetaforen. En inderdaad termen als allochtoon, autochtoon, eerste generatie, tweede generatie. Dat lijkt allemaal om bepaalde essentiële kenmerken aan mensen toe te dichten. Ja. Ja. Onveranderlijke problemen kunnen toewijzen. En dan is in feite de enige mogelijke oplossing, het moet weg. Het moet stop. Precies. En wat we eigenlijk, we hebben het nu vooral over, hè, over rechtse politici. Maar wat we in het kader van deze aflevering eigenlijk niet mogen vergeten, is het essay van Paul Scheffer. Mm-hmm. Het eerste essay in 2000. Ja. Het multiculturele drama. En toen ging iedereen inderdaad geloven dat we te maken hebben met een multicultureel drama. Want het was eindelijk iemand die zogenaamd vanuit de linkerzijde, ja, precies, de kritiek deelde van rechts. Dat maakte hem onverdacht. Hè? Dus als hij het zegt, dan moet het wel waar zijn. En ik weet niet of jullie dat essay ook nog eens terug hebben gelezen. Ik gebruik het in colleges en studenten moeten dat analyseren. Maar het is shocking wat hij daar schrijft. Het is echt. Hij zegt daarmee, ik zie geen vooruitgang, zegt hij. Hij zegt, de tweede generatie ontwikkelt zich tot een sociaal-economische onderklasse. Terwijl als je gewoon kijkt naar de feiten, dan zie je dat er de verschillen tussen de eerste en de tweede generatie die zijn zo significant. Zijn ontzettend groot, ja. Ja. Op alle terreinen, op onderwijsniveau, op het aantal kinderen dat bijvoorbeeld vrouwen van de tweede generatie krijgen, op waar dus ze wonen. Ik wil je geen... Ja. Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar hij lult dus eigenlijk uit zijn nek. Ja, hij lult. Inderdaad, daar komt het inderdaad op neer. Gelukkig heeft hij 20 jaar later, dat was een groot moment, heeft hij opnieuw een essay geschreven. Waarin hij ook kritisch terugblikte op zijn eerste essay. Dat toch wel heel invloedrijk is geweest voor hoe we in Nederland over migranten praten. En daarin zegt hij ook, ja, ik heb dat heel erg onderschat. Die ontwikkelingen. Ja, ik ben altijd heel persoonlijk in mijn college zo en ook in mijn werk. Maar als ik alleen maar kijk naar... Mijn vader was praktisch analfabeet. Ja. En dan heb je gewoon, krijg je kinderen die promoveren en kinderen die in het hoger onderwijs. Dus het is in één generatie is een enorme inhaalslag gemaakt. Mm-hmm. En ik ben van nature een optimist, omdat ik geloof dat pessimisme vooral iets voor de mensen met heel veel privileges is. Mm-hmm. En als je alleen daarnaar kijkt, dan kun je gewoon niet ontkennen dat er enorme progressie is geweest. En dan vind ik niet dat je succes kunt afmeten aan diploma's. Daar ben ik helemaal niet van. Kijk, we hebben heel lang gedacht, migratie, nee. Oh shit, ze zijn hier, ze blijven hier. Nou ja, weet je wat, als ze dan toch zijn, dan willen we liever de goede migranten. Die moeten we koesteren. Ja. En de slechte migranten moeten we weg. Die willen we niet. Ja, het is echt heel vreselijk. Je creëert en je houdt dus de mythe in stand dat je dus goede migranten hebt en slechte migranten. Saada Nuhuse van One World heeft toen gezegd, ja, sodemiet erop, ik wil gewoon een middelmatige migrant zijn. Waarom mag dat? Mediocre, ja. Dat is ook haar Twitter-handle. Waarom mogen we niet middelmatig zijn? Ik heb ook een vriendin die zei, ja, maar wacht eens even, wij Marokkanen hebben toch ook recht op criminelen? Waarom worden onze criminelen geproblematiseerd? De vrijheid om van ver te zuigen. Maar wat je dus krijgt, om het even af te maken, wat je dus krijgt is dat mensen, het groepsdenken is nog altijd heel dominant in Nederland. Hè? Dus je kan nooit een individu zijn als je een bepaalde etniciteit hebt. Hè? Mm-hmm. En alleen bruine mensen hebben etniciteit, witte mensen hebben natuurlijk geen etniciteit. Hè? Dat is het verhaal. Dat betekent dus dat je bent dus of totaal mislukt en crimineel, of je bent burgemeester van Rotterdam, zo ongeveer. Ja, dat zijn ongeveer de zwaar. Ja, daar zit verder. Al die mensen die daartussen zitten, die tellen gewoon niet mee. Met andere woorden, je moet dus bijna een heilige zijn om geaccepteerd te worden. Ja. Je moet dus profvoetballer zijn. Je moet burgemeester worden van een grote Europese stad. Je moet
kamervoorzitter zijn tot voor kort. Je moet de knuffel Marokkaan zijn. Maar goed, Ali B is niet normaal. Is niet meer oké. Okay. Daar hebben we het niet meer over. Maar je had vaak dat rijtje. Mensen werden in één adem genoemd. Hè? Ahmed Abu Talib, Khadija Rim. Ik werd daar kotsmisselijk van als dat rijtje werd genoemd steeds. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat de mensen daar zelf niet zo fan van zijn. Behalve Abu Talib. Ik denk dat hij dat wel fijn vindt als hij steeds genoemd wordt. Maar goed, dat betekent dus dat als je dan mislukt, wat we dus zien met Ali B, als je er fout in gaat, ja, dan representeert dus de grote groep. Ja. Dan presenteer de grote groep, ja. En terwijl... Namelijk in zijn geval rijke, vieze mannen met te veel macht. Dat zou precies. Het moeten zijn, maar dat is dat het zou niet het in de zijn, realiteit. Maar is het toch een Marokkaan, een foute Marokkaan. Mm-hmm. Dus je moet voortdurend bewijzen, zie je... Is fantastische voetballer, goed, speelde voor Ajax, totdat hij koos voor het Marokkaanse elftal. Toen was hij ondankbaar en niet loyaal aan Nederland en eigenlijk een complete loser. Daar kwam het feitelijk op neer. Gadver. Ja, dus het is, ik vind het heel fascinerend hoe we ermee omgaan. En het zijn juist politici aan linkerzijde of libera, progressieve zijde, mm-hmm. die mythe in stand houden door te zeggen... Het gaat wel goed met de integratie van Marokkanen. Want kijk maar naar die en die en die. En dan noemen ze... Maar laten we eerlijk zijn. Het is voor heel weinig mensen weggelegd om profvoetballer te worden. Of je nou Nederlander bent of Turk of Surinamer. Het is ingewikkeld om profvoetballer te worden. Ik ben een witte hetero man en zelfs mij is het niet gelukt. Zelfs jou is het niet, kun je nagaan. En Pim, zie jij jezelf burgemeester worden? Dat lijkt me. Nee, want ik heb een geweten. Maar snap je, dat is echt voor een fractie van de samenleving weggelegd om daar ooit te belanden. Dus migranten moeten bijna heiligen zijn om geaccepteerd te worden. En dat is heel problematisch. Dat is echt heel problematisch. Ja, ik zie het ook wel bij links die dus dat culturele frame overnemen van... Want in feite, dat is zo'n tegenstelling. Goede migrant, slechte migrant. Als je daarin meegaat, zelfs als dat je aan de goede kant, dat je dan nog steeds... die indrukken legitimeert. Ja. Ja. Maar je ziet gewoon dat dat echt voortkomt uit die nare onzekerheid over de woede van witte stemmers die er misschien helemaal niet meer zijn. Vooral dus bij de SP. En dat doet me denken aan iets wat je eerder in deze aflevering zei, Nadia, over dat bijvoorbeeld in de jaren 80 gewoon die textielfabrieken verplaatst werden naar lage loonlanden, zoals je dat zelf noemde. Waarbij dus duidelijk economische, kapitalistische beslissingen worden gemaakt, overwegend waarschijnlijk door witte vermogende klassen. Mm. Waar uiteindelijk de lagere klassen mensen van kleur over het algemeen dupe van blijken te zijn. Maar in plaats van dat links dus met dat economische verhaal is gekomen van kijk, er wordt de werkloosheid gecreëerd ook in feite. Mm-hmm. Gaan ze mee in dat belachelijke cultuurverhaal. Ja. Ik ben blij dat we er nu iets scherper op aan het worden zijn, maar alsnog. Ja, en het wordt, kijk, FVD heeft geen enkel serieuze oplossing voor de serieuze problemen in de samenleving. Maar als je voortdurend de nadruk blijft leggen op de culturele oorlog die er zogenaamd is en woke die de boel overneemt, ja, dat is zo'n een afleidingsmanoeuvre. Je ziet het precies hetzelfde gebeuren in Amerika met de wapenlobby. Al die republikeinen die zeggen ze willen alles van ons afpakken, ze willen onze cultuur veranderen. Je kan er gewoon niet tegen opboksen. Het is heel moeilijk om daar... Nee. Een stevig terwijl verhaal zij tegen precies daar speelt de politieke ook... organen zijn die de economische situaties creëren, waardoor mensen zoveel angst en onrust en onzekerheid hebben. En daar speelt natuurlijk ook de media een hele belangrijke rol in, die natuurlijk het culturele verhaal veel makkelijk kan verkopen en sensationeel kan maken dan het saaie en droge economische verhaal waar mensen nog steeds ideologisch aan vast willen blijven houden. Want structurele kritiek op het economisch en systematisch beleid in Nederland vind je niet zo heel gauw. Zeg maar binnen de media in het land. Maar Nadia, ik heb echt ontzettend veel opgestoken van alles wat je verteld hebt deze aflevering. Het is echt zo ontzettend fascinerend. En ik zit ook te denken, eigenlijk is het hele idee om over migratie te blijven praten misschien niet zo'n heel goed idee. Misschien moeten we juist het debat over migratie versimpelen en over andere zaken praten en migratie eigenlijk een beetje naar de achtergrond verplaatsen. Want wat houdt het nou precies in? Dat is een beetje de vraag die ik een beetje aan het eind van deze aflevering in mijn hoofd heb zitten. Ik ben het helemaal met je eens. Kijk, simpelweg omdat we geen migranten zijn. Ja, precies. Kijk, migratie veronderstelt dat je dus
een actieve keuze maakt in je verplaatsen van A naar B. Mm-hmm. En we zien nu al lang dat kinderen van migranten in aantallen hun ouders overtreffen. Mm-hmm. Dus de nieuwe werkelijkheid is al lang dat die mensen zich niet afficheren als migrant of als kind, per se kind van gastarbeiders. Ja, dat neem je mee. Dat is gewoon, dat maakt onderdeel uit van je identiteit. Maar wist je dat de doorsnee Amsterdammer, dat ben ik, dat is een vrouw mm-hmm. van rond de 40 van de tweede generatie. Een Marokkaans-Nederlandse vrouw van 20 jaar. Dat is inmiddels de doorsnee Amsterdammer. Dus die sociale werkelijkheid, die haalt ons al lang in. En ook, die emancipatie is al lang aan de gang. Bewust, onbewust, maar het gebeurt al lang. En 20 jaar geleden werd Pim Fortuyn vermoord. En vlak daarna Theo van Gogh. Dus in die periode mm-hmm. liepen we, zo, ik had het laatst met vrienden van mij over, we liepen echt op onze tenen van, shit, mm-hmm. het gaat ook over ons. Je was heel erg op zoek naar je positie in de samenleving. Mag ik te veel zeggen, mag ik te weinig zeggen? Wanneer mag ik mezelf laten zien? Dat was heel ingewikkeld. Nu, 20 jaar later, gaan we stampend door die stad. En voeren we al lang niet meer de debatten die we destijds voeren. En dus we zijn al lang verder dan iedereen denkt, gaap als weer iemand begint over problemen. Maar weet je, de realiteit waar we nu in zitten is dat heel veel mensen, het is niet migratie waar ze niet tegen kunnen. Mm-hmm. Het is succesvolle migratie waar ze niet mm-hmm. tegen kunnen. Mm-hmm. Het zijn juist die mondige kinderen van migranten. Kinderen van voormalige gastarbeiders die zeggen, ja luister eens, dit is ook mijn land. Ik eis mijn plek op of ik laat me zien, ik ben er, ik schrijf een column. Ik zie er misschien niet uit zoals jij wil dat ik eruit zie, maar dit is wie ik ben. Take it or leave it. En dat is wat we in de literatuur de integratieparadox noemen. Dus de meest succesvolle, ik vind dat een ingewikkelde term hoor. Mm-hmm. Maar de meest succesvolle migranten, die ondervinden de meeste uitsluiting. Ja. Mm. Omdat die juist voortdurend tegen die grenzen oplopen van het aanvaardbare. Of wat de white mainstream aanvaardbaar mm-hmm. vindt. Yeah. Je mag er wel zijn, maar je moet het wel doen volgens onze regels. En als je dus afwijkt van die regels door bijvoorbeeld een hoofddoek te dragen. Hoe durf jij een hoofddoek te dragen? En een column in Trouw te hebben? Ja, wacht eens even. Daar is het waar mensen niet tegen kunnen. Ja, ik vind het zelf ook echt wel een uitdaging en laten we wel wezen, een morele plicht van links in Nederland om die witte woede, die verontwaardiging, die afgunst juist weg te halen van een plek die volkomen onterecht is, namelijk migratie, en dat weer te gaan richten op waar die ongelijkheid en die kansarme situatie waar ze zelf in zitten vandaan komt. Ja, en de Amerikaanse historica Carol Anderson, die heeft een prachtig boek geschreven, White Rage heet het. Je zei het net, Pim, witte woede. En ze zegt, the trigger for white rage is black advancement. Ja. Dus mm-hmm. op het moment dat zwarte Amerikanen op posities komen, hè, door emancipatie, door, nou ja, whatever, verworvenheden, wordt dat gezien als een bedreiging. Ja, en ik dan? Hè, moet ik inleveren? Nee, je hoeft helemaal niet in te leveren. Je moet gewoon een beetje ruimte maken. Mm-hmm. En dat is, ik denk dat we daar nu in zitten. En ik denk, nogmaals, ik ben een optimist, dus ik denk wel dat goed gaat komen. Maar ik zie nu bijvoorbeeld veel meer dat het gaat over kansengelijkheid. Dat het gaat over de positie van zwarte Nederlanders. Mm-hmm. Die Marokkanen, ja, nu zijn we daar wel klaar mee. Ik bedoel, het begint nu saai te worden. Mm-hmm. En omdat we voortdurend in een soort loop zitten en dezelfde debatten moeten aanhoren. Marokkanen zijn hier al ruim een halve eeuw. Genoeg nu, weet je. Laten we het nu hebben over uitsluiting, over racisme, over discriminatie, over institutioneel racisme. Ik denk dat dat nu de thema's zijn voor de toekomst, waarbij we dus echt korte metten gaan maken met die hardnekkige mythes die in de samenleving bestaan. Want je hebt gelijk, Farah, want je zei, misschien moeten we gewoon stoppen over migratie praten. Maar zolang de samenleving over migratie praat, kun je dus een zondebok aanwijzen. Ja. Want zoals het er naar uitziet, met de conflicten die er vandaag de dag in de wereld zijn en de economische crisis die er aan gaat zitten komen, de klimaatverandering, mobiliteit in de wereld gaat toenemen. En dat zal gezien de geschiedenis van imperialisme en kolonialisme vooral een migratie naar het noorden zijn, als het ware, vanuit het zuiden. Dus dit fenomeen gaat zich zeg maar zo blijven ontwikkelen. Het wordt niet minder. Maar zoals ik
eigenlijk een beetje de conclusie van deze aflevering is dat de politiek constant achter de feiten aanloopt. En de realiteit niet wil accepteren. En we constant alleen maar bezig zijn met een bepaalde mythe in ons hoofd, waar we beleid over proberen te maken, waar we over proberen te praten, et cetera. Maar de politieke partijen vandaag de dag hebben dus eigenlijk niet een realistisch beeld op wat er komen gaat en wat er vandaag de dag afspeelt in het land, wat de consequenties van migratie zijn. En ik denk dat dat vooral zeg maar een wake-up call moet zijn voor links, om zich daar wat verder in te verdiepen en ook echt wat meer na te denken en wat meer te focussen op die structurele problemen. Ja, ik zou ze vooral meer moed willen aanpraten. Ja, misschien is dat ook. Ja. Wees dapper. Een visie inderdaad. Ja, precies. Wees dapper, Wees dapper. Dat is niet, een mooie... Ja, niet meehuilen met de wolf in het bos. Dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want als het kwaad geschiet is, dan zeggen we, oh shit, dit hadden we niet aanzien komen. Maar je hebt het wel... Ik bedoel, de toeslagenaffaire is niet vorig jaar of 10 jaar geleden begonnen, maar 20 jaar geleden. Precies. Toen is het, het zaadje geplant. Dus we moeten daar veel alerter op zijn en tegengas bieden. Precies dat. Moed hebben. Heb moed. Dus dat is een mooie afsluiter. Dank je wel. Nou, we zijn bij het einde van de aflevering beland. En zoals jullie van ons gewend zijn, lieve luisteraar, krijg je ook een redelijke middel van deze week. En die komt van niemand minder dan Pim. Pim. Ja, hallo, dat ben ik. Het is een simpele. Het redelijke midden van deze week is dat we Lilian Marijnissen voortaan gewoon Marijnissen de Tweede gaan noemen. Ja, ik ben daar niet echt op tegen. Nou, al onze bronnen, luisteraar, kun je terugvinden. We hebben er flink een aantal deze week. Die kun je terugvinden in onze show notes. Die te vinden is op onze website, hetredelijkemidden.nl. En daar kun je ook alle voorgaande afleveringen van dit seizoen en eerdere seizoenen vinden. Mocht je dit nou een fijne en informatieve aflevering vinden, aarzel niet om hem te delen met je matties. Vooral degene die geloven in de mythes die we deze aflevering hebben ontkracht. Je kunt ons steunen op patreon.com/hetredelijkemidden. Vanaf €3 per maand krijg je dus toegang tot onze bonusaflevering, livestreams en Discord server en opnames. En je kunt ook uiteraard een eenmalige donatie doen om ons te motiveren meer van dit soort afleveringen te maken. Volg ons ook op twitter.com/hetredelijkemidden en ook op instagram.com/redelijkemidden. En vragen, complimentjes, memes of ideeën voor nieuwe afleveringen kun je ons sturen via de mail naar hetredelijkemidden@gmail.com. En we horen altijd graag wat onze luisteraars denken. Nou, onze geweldige gast van vandaag kun je volgen of via @NadiaBoeras op Twitter. Vooral doen, ik doe het ook. Mm-hmm. En mij kun je op de Bird app en Instagram volgen op @Vara en Bazzi. Pim, jij bent helaas nog steeds niet op de socials te vinden, hè? Nee, ik ben too cool for school. Hij is too cool for school. Oké. Okay. Hey, luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Nadia, ontzettend bedankt nogmaals. Heel graag gedaan. Oké, doeg! Het redelijke midden.